Dag Hans, ik hoop dat je een fijne zomervakantie hebt gehad. Nu, als we op de zomer terugkijken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat er op verschillende plaatsen in Europa weer extreme weersfenomenen waren en dat de klimaatverandering zich dus doorzet. Jullie hebben dat fenomeen bestudeerd en geanalyseerd in een nieuwe whitepaper die uitgebreid focust op de energietransitie. Vanwaar eigenlijk de keuze voor dat onderwerp op dit moment? Ja, het is inderdaad, zoals je zelf aanhaalt, een onderwerp dat al veel langer meegaat, hè, enkele decennia. Ik denk niet dat het overdreven te stellen is dat het een van de voornaamste uitdagingen is van de 21ste eeuw. Ja, als je er een aantal gezaghebbende stemmen op nahoudt, ik noem er een paar, hè, dus Oppenheimer, Hansen, Le Curé, Weizmann, Nordhaus ook. Ja, ik ben natuurlijk geen klimaatwetenschapper, zij zijn het wel. Ik denk dat het van hoogmoed zou getuigen om, ja, om tegendraads hier te zijn. Ik denk dat ze echt met reden zeggen, als je hen leest, dat dit om een existentiële crisis gaat, om een existentiële bedreiging. Dat is natuurlijk niet nieuw, ze hebben daar al decennia geleden voor gewaarschuwd, hè. Dus het feit dat meer emissies zouden leiden tot hogere temperaturen en meer extreme weersomstandigheden, dat is wat we nu zien gebeuren. Het is misschien zoals Biden het dit weekend nog zei, hè, dus naar aanleiding van de orkaan in Florida, geen enkel intelligent persoon kan vandaag die klimaatcrisis nog ontkennen. Beleidsmakers zijn daar natuurlijk al een tijd mee bezig. In het internationale beleid zijn de klimaatakkoorden van Parijs natuurlijk een hefboom geweest. Daar werd afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden. Hoe zit het met die doelstelling? Is die nog haalbaar? Ja, 2 graden Celsius. Eigenlijk een pak daaronder nog liefst. En liefst 1,5 graden Celsius. Ja, er valt nog een hele weg af te leggen natuurlijk, hè. Dus er is een causale relatie tussen de uitstoot van emissies en de temperatuurstijging. En dus omgekeerd kan je ook berekenen welk budget we in principe nog over hebben om die grens van 2 graden Celsius niet al te fors te overschrijden. Op basis van huidige analyses lijken we daar toch over te gaan. En dat heeft te maken met de primaire energievraag enerzijds en anderzijds ook met de CO2-intensiteit van de economische activiteit vandaag nog. Dus op basis van huidige projecties denk ik eerder 2,2 graden Celsius tegen het einde van de eeuw. Natuurlijk met alle onzekerheid die daar rondhangt. Wat moet er dan eigenlijk gebeuren om die gevolgen toch zoveel mogelijk te gaan beperken? Ja, inderdaad, hè. We moeten dus echt fors die acties gaan versnellen, want elke tiende van een graad Celsius die doet ertoe natuurlijk, hè. Zeker omdat er tipping points in het spel zijn, hè, kantelpunten. En niks doen is natuurlijk veel erger of kost veel meer dan wel actie ondernemen, hè. Dus kijk, in essentie gaat het hier om een marktfalen, hè. Dus uiteindelijk wat er moet gebeuren is dat de overheid die krijtlijnen uitzet om zo die negatieve externaliteiten, die schadelijke neveneffecten, te internaliseren. En hoe doe je dat? Via een prijs, hè. Dus via een koolstofprijszetting. Maar daar blijft het niet bij, hè. Dus dat is één maatregel. En anderzijds zie je ook begeleidende maatregelen om die transitie te versnellen. Dat gaat dan over subsidies, overheidsinvesteringen, regelgeving, ook verboden. En dan de bedoeling, het hele idee is dat de privésector daarop springt en die productiecapaciteit van hernieuwbare energiebronnen uitbreidt, maar zelf ook komt met productinnovaties, procesinnovaties. Op termijn denk ik hier aan bijvoorbeeld waterstof, kleinere modulaire nucleaire reactoren ook, minder CO2-uitstoot ook via staal en cement, dus daar slimmer over nadenken, betere isolatie. Dus een heel amalgaam van nieuwe innovaties. Ja, Hans, er is heel wat innovatie nodig. De overheid moet gaan sturen, maar dat alles dan vertalen naar de praktijk, dat blijkt toch moeilijker dan gedacht, hè? Ja, er is bijvoorbeeld de elektriciteitsprijs zelf, hè. Dus die wordt vandaag bepaald op basis van de marginale kost. Als de gasprijs piekt, dan vertaalt zich dat ook in hogere elektriciteitsprijs. Er is ook het gevaar van te snelle desinvestering in traditionele fossiele energiebronnen. En dus als dat gebeurt, is er op sommige momenten, wanneer de energievraag hoog is, ook een risico op prijs opstoten. Dan is er het risico van nieuwe afhankelijkheden. Dus er is enorm veel nood aan materialen, dus aan grondstof. Ik denk aan kobalt, nikkel, koper, aluminium, zeldzame aardmetalen, lithium. En dus er is een enorme vraag naartoe, maar dat creëert misschien ook nieuwe afhankelijkheden. We hebben gezien vorig decennium met de afhankelijkheid van Russisch gas, tot welke problemen dat kan leiden. Dus ook dat is een uitdaging. Dat creëert misschien ook een inflatieprobleem af en toe. Ook dat moet in ogenschouw genomen worden. Dan is er nog het not in my backyard fenomeen. Ter illustratie de Ventilus hoogspanningslijn vorig jaar en nog altijd. En dan ja, dimensie van sociale ongelijkheid, zowel binnenlanden als tussenlanden. Dat blijft ook een uitdaging.
Een vraag die zich dan ook stelt, Hans, is: kunnen we verder gaan met een energietransitie, een drastische emissiereductie en tegelijkertijd onze economische groei op peil houden? Of zal dat op termijn toch naar een scenario van degrowth gaan? Ja, dat is al een discussie die lang meegaat. Ik denk ongeveer al 10 jaar. De cijfers laten in ieder geval zien dat sommige landen, sectoren er echt in slagen om zowel economische groei te hebben als een reductie van de emissies. Dus sprake van een absolute ontkoppeling in dit verband. Ik kan natuurlijk wel de vraag stellen of het allemaal snel genoeg gaat. Dat is een zeker terechte kanttekening. Ik denk inderdaad ook dat het veel sneller moet. Andere kwestie is de impact op aarde, op de biodiversiteit. Ook daar kan je kritische kanttekeningen bij plaatsen. Dan is het antwoord meestal circulaire economie, meer recyclage. Maar dat zal dan ook sneller moeten gaan. Groei om de groei is in principe nooit de doelstelling. Daar kan het nooit om gaan. Het gaat nooit om ongebreideld consumentisme. Het gaat allicht wel om duurzamere groei, groei met een minder zware ecologische voetafdruk. En dat zal toch helpen, denk ik, ook om andere uitdagingen, zoals de pensioenfinanciering, de financiering van de gezondheidszorg en de maatschappelijke stabiliteit toch te ontwikkelen of te ondersteunen. Ja. Tot slot, Hans, hoe gaan jullie eigenlijk om met de uitdagingen van die klimaatverandering en de energietransitie in de samenstelling van de beleggingsportefeuilles? Dat is iets wat we al heel lang doen, eigenlijk. We zijn daar pionier in, zou je kunnen zeggen. En we gaan onverminderd voort. Dus in principe hebben we twee grote luiken. Dus de eerste benadering is een first-in-class approach, waarbij je echt gaat die emittenten selecteren die echt hun huiswerk op orde hebben met betrekking tot ESG, dus Environmental, Social and Governance. Maar toch willen we ook niet al te exclusief zijn, ook vanuit het standpunt bekeken van diversificatie. En dus ook die bedrijven die echt hun transitieplannen klaar hebben, maar die vandaag nog wel koolstofintensief zijn, komen in aanmerking. En die worden ook bevraagd door onze analisten op hun plannen. Hè. Dus als dat niet snel genoeg gaat, dan zijn zij in sommige gevallen zelfs bereid om hun conclusies daar ook uit te trekken. Ja. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Interessante materie, het loont zeker de moeite om die whitepaper door te nemen. Dankjewel.